Op dit moment brouwen wij ons Otmar Goud, zoals dat heet. Ziet er goed uit? Ziet er heel goed uit. We zijn nu aan het koken en nu gooien we de hop erbij in. Dat is een bitterhop en een aromahop. En dat is dus om een goede smaak te krijgen aan je bier en die mooie bitterheid. In de kleine brouwerij in Ootmarsum worden verschillende biertjes gebrouwen. Ook Jos Oostendorp uit Groenlo brouwt dus een eigen bier. Jos, goed hoor. Gaat de goede kant op. Mooi man. Ja. Samen met twee oud-directeuren van Grols wil hij nu in Groenlo ook een ambachtelijke brouwerij beginnen. Het wordt tijd voor wat anders in Groenlo, ja. De heren hebben hun zinnen gezet op Villa Adriana, de oude directeurswoning van Grols. In de villa komt een proeflokaal, in de villa komt een winkel. De gebouwen achter de villa die worden afgebroken. Daar komt een hele grote, mooie openbare tuin. En aan het eind van die tuin staat dan de nieuw te bouwen brouwerij. Het is in historie echt een bierstad, dus ik denk dat de mensen daar op dit moment ook wel een bierbrouwerij missen. Dus ik denk dat het een uitgelezen kant is. Ja. Vaker doorheen. Dankjewel, ja tuurlijk. Ik kook niet over gelukkig, maar even roeren voor de zekerheid, want... Wie zich er nog niets bij kan voorstellen hoe dat eruit komt te zien, moet maar eens gaan kijken bij de brouwers in Ootmarsum. Ja, je kunt het qua schaalgrootte, qua hectoliters zoals ze dat zeggen in de brouwerijwereld, kun je dat met elkaar vergelijken. En zij zeiden al hiervan, we halen niet eens één vrachtwagen per dag, dat is nog zelfs minder. Zij hebben er al veel meer aan gerekend. En we hebben ook al met ze afgesproken, als mensen het hier willen zien in de toekomst, een nabije toekomst, dan gaan we dat organiseren. En dan kunnen ze zien hoe een kleine brouwerij gaat werken. Want Otmar wordt nu nog gebrouwen op het industrieterrein, maar komt binnenkort in een heel nieuw pand tegen het centrum aan. Net als de Groenlose brouwerij. De meeste reacties in Groenlo zijn positief. Maar sommige buurtbewoners maken zich zorgen over stank en drukte. Als je het vergelijkt, dan is datgene wat wij in een heel jaar gaan doen, als we op de maximale capaciteit zitten, is datgene wat Grols in één dag deed. Voorlopig zijn de initiatiefnemers nog druk met de verdere uitwerking van de plannen. Maar suggesties over de naam van het nieuwe biertje zijn er al genoeg. Ik zag op Facebook al enthousiaste reacties als de Moriaan, de Wilhelmina Bank, La Zonder. Nee, ik heb hem echt nog niet. We hebben nog niet de gouden naam. Pirke, ga weg. We zijn klaar. Kan de voorraad in. En hoe het Grolse bier ook gaat heten, in Ootmarsum maken ze zich in ieder geval geen zorgen over hun nieuwe concurrent. We zijn gewoon collega's en wij kunnen altijd om tafel een lekker biertje drinken. Dat zal ook nooit veranderen.